Teams is een digitale hub binnen Office 365 die gesprekken, inhoud en apps op één plek samenbrengt. Het is een gepersonaliseerde leeromgeving die overleg tussen leerkrachten onderling en leerkrachten en studenten heel gemakkelijk maakt. Je begint met het openzetten van Teams op je Office 365 dashboard. Op de linkse balk zie je een overzicht van je activiteiten, chats, huidige teams, vergaderingen, bestanden en opdrachten. En binnen het tabje Teams heb je een overzicht van de teams waartoe je behoort. Onderaan die kolom kan je op een heel eenvoudige manier bepaalde teams toevoegen. Binnen je teams heb je gesprekken, bestanden, class notebook, opdrachten en zo verder bij de hand. Ook leuk is dat je elke tab kan personaliseren. Je kan bijvoorbeeld als je een gedeeld Word document gebruikt, Word eenvoudig toevoegen, zodat je op een heel gemakkelijke manier toegang hebt tot het document dat je nodig hebt. Zodra je een bepaald team hebt aangemaakt, kan je een verdere onderverdeling maken in verschillende kanalen, elk rond een bepaald onderwerp bijvoorbeeld. In zo'n gesprek kunnen alle groepsleden deelnemen. En in zo'n gesprek kan je ook documenten, afbeeldingen zoals gifs of emojis of andere bestanden uitwisselen. Het wordt zo een hele leuke en interessante leeromgeving voor leerlingen, maar ook voor collega's. Er is ook automatisch een tab Class Notebook aanwezig. Hierin kunnen leerkrachten op eenvoudige wijze leerlingenwerk verbeteren, resultaten opvolgen en nieuwe items toevoegen aan de verschillende gepersonaliseerde groepen. Willen de leerlingen liever praten dan chatten? Dat kan. Door op de knop Nu vergaderen te drukken, open je een venster waarin je gewoon een gesprek kan voeren. Alles in dezelfde applicatie. Teams helpt leerkrachten en leerlingen ook om op schema te blijven. Door op de knop Vergaderingen te drukken, open je je Outlook-agenda. Alles zit netjes samen in één digitale hub. Ten slotte kan je al je bestanden op je computer, OneDrive of Team SharePoint eenvoudig terugvinden door op Bestanden te drukken.